Nou sta ik hier met Anne Gijzer. Leuk om je te hebben. Jij houdt je bezig met non-verbale communicatie. Met gedrag, attitude en je koppelt dat aan forensisch onderzoek. Kan je ons een beetje met ons, ja, kan je ons meenemen in jouw dagelijkse taken? Hoe ziet dat er allemaal uit? Ja. Uh, nou, ik ben inderdaad een non-verbale profiler en investigative interviewer. Dus wat ik doe, ik kijk eigenlijk naar... Um, hoe belangen en motieven op het gezicht af te lezen zijn. Dus heel vaak zeggen mensen heel veel, uh, en wordt het vaak als feit aangenomen. Maar dat wat mensen niet zeggen, is vaak nog belangrijker. En ik help uh, collega's, bijvoorbeeld bij KPMG, maar bij forensic, maar ook bij klanten, om daar meer zicht op te krijgen. Hmm. Uh, nou ben je ook bij KPMG begonnen? Ja. Wat doe je daar? Um, ik help klanten dus inzicht krijgen in, uh, in belangen en motieven. En ik train uh, klanten zelf ook in hoe ze daadwerkelijk die informatie bij mensen kunnen krijgen ook. En wat ook belangrijk is, is dat we kijken naar uh, onder andere soft controls en risicomanagement, we helpen uh, root cause analysis uitvoeren. Dus waar komt bepaald gedrag vandaan? Um, en daarnaast management board of boardroom dynamics, analyses, uh, om te zorgen dat teams nog beter met elkaar gaan uh, werken. Mm. Dus dat is waar we ons mee bezighouden. Ja. Bedrijfsethiek, eigenlijk? Ja, ja zeker weten. En ja, ja. Uh, ook best wel heel erg breed. Nou, ben je hier vandaag bij een international risk congres? Huh? Combating financial economic crime. Ja. In dat kader, wat is nou echt het allerbelangrijkste als we het hebben over non-verbale communicatie? Noem het, noem het een aantal aspecten dan. Um, ik denk dat we um, niet moeten vergeten dat we niet alleen een fact-finding moeten doen, dus ook hoe komen we aan onze informatie, niet alleen wat voor informatie krijgen wij. Um, ja, daar hopen we uh, door hier met mensen over te gaan praten, dat ook duidelijk uh, over te laten komen. Uh, niet alleen het wat, maar ook het hoe is heel erg belangrijk. Dus ik ga daar graag over in gesprek met mensen. Is er ook een bepaalde methodiek die je zelf hebt uh, bedacht? Ook even los van wat er allemaal bestaat? Uh, nou ja, niet zozeer zelf bedacht. Maar uh, mijn methode is wel dat je nooit aan non gedrag kan zien of iemand liegt of dat hij wat achterhoudt. Um, dus ik gebruik, gebruik een aantal non-verbale methodes. Dat noem ik non-verbouw profilen. En eigenlijk zeggen we het, de gespreksvoering, het investigative interviewing, in combinatie met non-verbouw profilen, is wat ik heb bedacht non-verbal intelligence. Daardoor krijg je de informatie. En, uh, uh, ja, ik hoop eigenlijk bij te kunnen dragen aan de missie dat het niet alleen maar om trucjes gaat, maar juist om skills om meer informatie uit mensen te krijgen. Mm -hmm. Nou is dit waarschijnlijk ook hartstikke goed toe te, toe te passen hè, als we het hebben over uh, diversiteit, inclusiviteit en zelfs iets wat we noemen etnisch profileren. Hè, dat komt een beetje in de buurt bij nou ja, wat je aangeeft. Uh, komt dat ook voor in organisaties en ben je daar ook mee bezig? Daar hou ik me persoonlijk niet zo uh, zeer mee bezig. Ook omdat we steeds meer naar wetenschappelijk uh, onderzoek gaan kijken. Of research wat eigenlijk duidelijk maakt dat het gewoon niet werkt om uh, aan racial profiling te doen. Maar dat je veel meer moet gaan kijken wat is de individuele baseline bij mensen. En wat zegt het over kwaliteiten, valkuilen. Maar ook over hoe ze dingen verbergen. Mm. Uh, dus ja, ik wil daar zelf graag weg blijven. Omdat ik liever dicht bij de science blijf. Ja, ja. Dan ga ik toch wel even vragen naar jouw persoonlijke mening. Integriteit, er zijn ontzettend veel definities voor. Hè? Mm. Wat is het voor jou? Er uh, is een, onder andere een heel goed boek over: Het juiste doen, als, ook als niemand kijkt. Uh, Zou ik je dat zeggen dat ik dat vandaag in mijn tas bij me heb? Kijk. <laughs> ja. ja, precies. En uh, dat heeft ook vooral wederom met communicatie te maken en met transparantie. Uh, ik denk dat we daar nog heel veel mooie stappen in kunnen maken. Ja, we gaan het over gedrag hebben uh, sowieso, en ook ja. over non-verbaal gedrag. En ik wil eigenlijk mensen helpen om uh, op een nieuwe manier naar dat non-verbaal gedrag te kijken, mythes de deur uitwerken, en vooral wat is het dan wel en wat kan je ermee? En um, mensen inspireren hoe ze het oordeel uit kunnen stellen door en juist uh, informatie te kunnen gaan vergaren bij mensen. Mm. En als je één mythe echt zou willen aanpakken, een hardnekkige, welke zou dat dan zijn? Uh, dat als je links of rechts omhoog of naar beneden kijkt, dat het niet betekent dat iemand liegt of dat er iets uit zijn fantasie bedacht wordt. Maar dat het simpelweg te maken heeft met dat mensen informatie aan het processen zijn, omdat ze te veel zintuigelijke informatie krijgen om iemand aan te kijken. Uh, en als je dat weet, dan ga je heel anders naar iemand kijken en krijg je veel meer informatie. En uh, bijvoorbeeld mijn neuskrat? Ja, ja, zeker. Dat is ook een ja. hele bekende, dat is ook een mythe. Uh, ook dat hoeft niet te betekenen dat iemand liegt. Ja. Leuk, we kijken er naar uit. En um, ja, we gaan het ook een beetje volgen wat je allemaal uh, doet. Dankjewel. Ja, jij bedankt.